olifantje. Dat is mooi. Dat anders wel levens echt is. Dat is chic. Grote zoek. Deze heb ik op het kinderdagplein ook gezien. Ja? Oké. Okay. Ja. Oh. Zij hebben doorgaans alleen de goede spullen. Ja, ze zijn, de kinderen zijn er gek op, omdat het zo echt is. Ik zit nu al te wezen. Het grote zoekboek. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Oh, dan moeten we de biggetjes aanwijzen. Biggetjes. Tractors. Grote tractor. Zo kan dat, hè. En eentje achter een tractor, dat kan toch echt niet. Dus hier staat wat je allemaal moet opzoeken. En dan staat ja, die auto staat erbij. Ja. Ja, Eén rode scheur. Nou, die is moeilijk te vinden. Eentje. Ja, weet je wat er ook is? Ja. Dat is een mooi cadeautje, zeg. Dat is een prachtig cadeautje. Nog wel 2 jaar plezier van hebben. Anderhalf. Oh, dat denk ik ook wel, ja. Hey, is een goeie. Oeh, ik wist helemaal niet dat hij stopt. Leuk. Dankjewel, Nina en Jaap. Dankjewel, Nina. En Donna. En Tom. Ja, die kaarten hier er even bij. Zo. Goed zo. Ja, je bent al 1 jaar. Nou zeg, echt Frits. Ja. Kijk, mooie kaart. Wat schrijft dat voor Nina? Ja, dit camera is ook leuk. Van harte met je eerste verjaardag en ook aan je ouders gefeliciteerd met het 1 jaar ouderschap. Een eerste jaar is niet niks. Het cadeautje heb ik als volgt geselecteerd. Ik heb gekeken welk boekje van Donna uit elkaar viel van de lende. Het is een heel goed criterium. Het wordt veelvuldig gebruikt, nu ook hoor. En dat is deze. Donna's moeilijkste woord is aubergine. Was het hij stond te raadsel opgegeven. Wat is dat? Ja, dat is zo zij het uitspreekt waarschijnlijk. Aubergine natuurlijk. Fijne verjaardag en je liefst van de ommetjes. Wat een leuke dan. We hebben nog iets gekregen. Kijk! Tekening van Donna. Voor Esper heeft ze die gemaakt. Dat is waar, ja. Plakt. En dat is ook een tekening van Donna. Ze heeft een tekening voor jou gemaakt. Krijg je een tekening van. Dat is leuk. We hebben ook een tekening gekregen van...